kerstdagen is eigenlijk een heel traditioneel feest, waarbij we een hele traditionele kerstboom zouden kunnen maken. Maar tegenwoordig zien we dat we steeds meer een eigen persoonlijke touch kunnen geven aan een kerstboom. Dat heb ik hier eigenlijk ook gedaan met deze kunstkerstboom. Op een speciale manier uitgevouwen. Eigenlijk allemaal in de vorm van handjes. En in het midden van de handjes heb ik een kaarsverlichting gezet. Waardoor je echt wel weer dat gevoel hebt van vroeger. Maar dan wel met een hele mooie kunstkerstboom. Waarom heb ik nou die handjes gemaakt? Het is eigenlijk de bedoeling dat er sneeuw op komt te liggen. En dat we ook een beetje in die mooie, koele kleuren gaan werken. Ik heb al een paar kleuren hier klaargezet. Onder andere een mooie jeansblauw. Dat is echt een trendkleur die we nu heel veel gaan zien. Maar daarbij ook een mooie eucalyptusgroen. Zilver. En van dit soort mooie ijsballen. Nou, die gaan we hier dadelijk in verwerken. En dan met die sneeuw erbij ga je zien dat je een fantastische, romantische kerstboom gaat krijgen. Nou, als eerste ga ik met sneeuw werken. En daarvoor hebben we dit soort zakken. Hierin zit kunstsneeuw. Dat zijn van die tapijten. Het lijkt een beetje op watten. En ik hoor wel eens van mensen dat ze zeggen van, nou dan pak je toch gewoon watten uit huis. Nee, dat moet je niet doen, want deze zijn brandvertragend. En wat ik doe is, ik maak kleine plukjes. Zoals dit. Die vorm hier een klein beetje, die maak ik iets ronder. Dus dat je eigenlijk van die toefjes krijgt waar sneeuw ligt. En die moet dadelijk hier op zo'n handje komen te liggen. Dus op deze manier. Het belangrijke is dat je hem heel eventjes zo zachtjes ronddraait, waardoor de ronding wat zachter wordt. In het midden even een gaatje maken. Het gaatje gaat over het lampje heen. En dan druk je hem aan. En zo zie je dat je heel mooi die handjes krijgt. En dat ga ik langzaamaan helemaal in die boom doen. Dan krijg je echt een geweldig effect. En hier bovenin. Dat zie je bij de kerstboom natuurlijk ook altijd. Dan maak ik hem iets langer. Zodat je hem heel mooi dadelijk hier om het randje heen kan leggen. Nou, het wordt nu tijd voor de ballen. Ik heb hier een kleurencombinatie staan, zoals ik al zei. Jeans, wit, mooie eucalyptusgroen en zilver. En wat ik hierbij leuk vind is, in plaats van de bal onder de boom op te hangen, ga ik ze dadelijk hier op het sneeuw leggen. Dat geeft een veel mooier effect. En dan doe ik een trosjes van 3. Daarvoor gebruik ik wikkeldraad. Dan is het altijd net iets makkelijker. Die knip ik redelijk lang af. En uiteindelijk gaat hier... Nou, de zilver vind ik wel mooi gecombineerd met groen. Nou, zeg maar blauw. Deze 3 pak ik samen. Dan vouw ik hem zo heel even dubbel, dat je echt een mooi trosje krijgt. Zoals dit. Dan ga ik hier naar waar ze moeten komen. En dan steek ik door de sneeuw de ijzerdraadjes naar onder. Dus op deze manier. Heel mooi hoe die handjes werken met die sneeuw en die ballen erop. En het enige wat je nou nog moet doen is naar leuke accessoires. Dus ik ben eigenlijk een winkel ingegaan. Gaan kijken van wat hebben we nou allemaal. Wat ik bijvoorbeeld al heel leuk vond, zijn dit soort sneeuwvlokken. Dat past natuurlijk bij die sneeuw. Is dezelfde kleur als de kerstbal. Die kan je heel makkelijk gewoon om die haakjes heen hangen. Dus op een bepaalde plaats waar je zegt, nou, daar zit nog een gaatje. Of daar wil ik nog een kleuraccent aanbrengen. En wat ik daarnaast ook heel mooi vind om te gebruiken. Dat zijn ijspegels, want dat hoort natuurlijk ook echt bij deze tijd en bij zo'n boom. Dus naast de sneeuwvlokken ook een paar van die ijspegeltjes. En soms is het ook wel leuk om net even andere producten te pakken dan van de kerstafdeling. Deze houtjes die lagen bij de hobbyafdeling. Daar kan ik ook wel heel mooi mee werken, want zie je hoe mooi die structuren weer terug bij elkaar komen. Wat ik dan doe is, ik pak een stukje wikkeldraad. Steek je even tussen de houtjes door. Draai hem goed vast. En dan eens even kijken waar ik hem ertussen wil hebben. Misschien is het wel mooi om hier eentje vast te zetten. En het mooie is als je met kunst werkt. En je doet er wat echt natuur tussen. Zoals in dit geval het hout. Dan zie je dat het gelijk een veel natuurlijkere uitstraling krijgt. En wat daarnaast ook altijd wel heel mooi is om wat dennenappels te pakken. In dit geval dan met een ijzerdraadje. En dan ga je eens even kijken waar vind ik het nou bijvoorbeeld. Ik vind het mooi om hier even een dennenappeltje ervoor bij te zetten. Dan pak ik ook wel een wikkeldraadje. En dan zet ik aan de onderkant vast. Waardoor je echt het gevoel hebt alsof die dennenappel zo op die tak is gegroeid. Zie je dat? Dat geeft dan een heel leuk effect. Ik heb hier wat poedersneeuw. En wat ik dan doe is heel eventjes nog heel subtiel over elk handje een klein beetje van dat poedersneeuw. Nou, volgens mij zie je prachtig geworden. Ik vind hem zelf heel leuk. Vooral ook met het hout erin krijg je een beetje die Scandinavische look. Onderin geen standaard kerstkleed, maar een mooi rendiervel, een kussentje erbij. En op deze manier maak je een hele eigentijdse trendy kerstboom.